Oh jee, mevrouw, gaat het nog? Oh nee, meneer. Yes, what up allemaal. Dit is een mooie QC. En het is weer tijd voor Reddit reactie. Jullie kennen het, mijn eigen pagina QC's Humor op Reddit. Daar worden memes voor en over mij gegooid. En daar gaan we vandaag weer naar kijken. Nadat jullie natuurlijk eventjes hebben geabonneerd. Kleine moeite, druk even op dat rode knopje. En als je afvraagt, waarom? Gewoon daarom. Omdat het een kleine moeite is. Abonneer gewoon eventjes. Alsjeblieft. Yes, man. Laten we beginnen. Dit is toch hilarisch? Altijd als ik zo'n titel zie, dan denk ik van ja, de druk wordt wel gelijk omhoog gezet. Zeg maar, je legt het lat wel gelijk zo. Maar, we gaan het zien. Oké. Dit is zo. Ah, je had volgens mij iemand zijn tas. Het was zo. Het was. Ja, dit is mooi. Dit is zeg maar die, ik heb ooit zo'n prank gezien met fietsen. Dan zit die fiets zeg maar ook vast aan een koordje. En ja, op een gegeven moment stopt dat natuurlijk. En dan klappen ze achterover omdat iemand een touwtje dan heeft gehangen. En dat hebben ze dus nu met de tas gedaan. Ja, dat vind ik op zich best wel hilarisch. Dat vind ik mooi. Oh, hij gaat ook een tas pakken. Ja toch, meneer? Ga maar rennen. Ga maar rennen. Ja toch? Kijk, het koordje zit er nog aan. Je ziet het koordje nu. En dan gaat... Maar hij is klaar. Zeg maar, die andere die stond gelijk op. Deze man dacht, nou weet je wat. We blijven maar liggen. Oh. Die pakt hem ook gewoon. Oh, ja, 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 ja. Maar die redt ook niet. Die snapte er niks van. Maar die was ook niet zo snel. Die had ik nog ingehaald. No cap. Maar wat ik me altijd afvraag, waarom zou je een tas op je rug doen die gewoon midden op de straat staat? Ik zou er nooit vertrouwen. Je weet niet wat er in een tas zit. Ik zou een tas niet eens openen. Fuck that. Misschien is het een beetje een domme vraag, maar hoe warm je nou precies oliebollen op? Maak het terug! Maak het terug! Ja, dat is een mooie meme. Dat vond ik een mooie. Ik zat ook altijd denken, van, mag een tron toch? Maak het terug! Maak het terug! Hey. Ja, deze man is ook een legende. Dat is volgens mij die guy die altijd beef krijgt met zijn dochter als het goed is. Het gaat nooit meer van je netvlies. Vergeet Bruce Lee, oh, okay. Wesley. Ja, ik heb het nu te vaak gezien. Zeg maar, op een gegeven moment is het ook wel weer leuk geweest. Ik heb al zoveel combo's gezien. Ik blijf het zeggen, man gooit nog steeds gekke combo's. Maar ja. Ik heb het nu wel gezien, jongens. Wij van de Belastingdienst. Oh nee, onze Appie. De Belastingdienst. Ah ja, hier gaan we even voor zitten. Let's go, Appie. Wij van de Belastingdienst zijn helemaal klaar met jullie. Wij weten dat jullie veel meer geld hebben dan jullie ons vertellen. We hebben even... Weet ik niks van. Ik weet niet waar hij het over heeft. Ah, man. Ik zou nooit van mijn leven zwart geld aannemen. Nooit. Ik zou niet durven, jongens. Ik zou echt... Oh, man. Optreden voor een zwarte stek? Hoe durf je? Nou, laten we verder gaan. We hebben even op jullie Instagram-accounts gekeken. Wauw, jullie gaan super lekker. Moncler-jassen? Amiri-broeken, hè? Amiri. We hebben even gekeken hoeveel die dingen kosten. Wow. Wij willen een stukje van de taart. Ja, jullie krijgen al genoeg. Betalen gaan vanaf vandaag kledingbelasting. Oh, shit. Als je drip te nice is, komen we langs, broer. We gaan iedereen zijn kledingkast onderzoeken. Oh, daar hebben we er eentje, hoor. Hier met die Moncler-jas. Belastingvriend. Dit kost veel te veel geld. Oh, ik kan het sowieso niet betalen. Ik ga zo goed op hem. Zag ik zelfs iemand met goud in zijn mond. Oh, hoe de fuck betalen jullie dat? Pertand? 100 euro, broer. Ik ben helemaal klaar met jullie. Vanaf vandaag sturen we geen brieven meer, bro. We komen het gewoon halen, man. We gaan jullie gewoon jumpen, broer. Hé, hey, hier komen. Ja, mooi weer. Dit beschrijft hij wel goed. Nou, geloof mij, jongens. Ik betaal al genoeg aan de belasting. Het is niet normaal. Ik weet nog wel dat ik een keertje aan het klagen was omdat ik mijn BTW moest betalen. En dat had ik toen op mijn story gezet. En dan krijg je allemaal reacties van mensen die het ermee eens zijn. Maar meningen verschillen natuurlijk. Dus er waren ook een aantal mensen van ja. En waar denk je, waar zou anders de school van je dochter mee betalen? En ik zei, pik. Hoeveel scholen moet ik nog openen met het geld van...
zoveel scholen nog, man. Van dat geld hebben ze al 5 nieuwe scholen kunnen bouwen. De tyfus, man. Dat is misschien een beetje overdreven, maar jullie snappen de bedoeling. Man. Dit vind ik Q's vast wel mooi. Nou, ik zie al een lip die je kan gebruiken bij de verjaardagen van je neefjes. Dit is een springkussen, man. De tyfus. Maar goed. Oh. Wat de... Oh, ga niet zo zitten smekken. Ja, dat vind ik heel mooi. Daar heeft u een goed punt. Ah, oh, man. De tering, man. Ja, man. Deze zeilboot XXL, wat de fuck is dit, man? Je lip is niet normaal, maar ik erger me er nog het meeste aan dat eetgeluid, man. Tyfus, man. Maar ja, hij heeft hem echt mooi gecoverd. Oh, man. Wat een held. Geef hem een award. Hier bij de Pont aan het IJ in Amsterdam. Dit verkeersbord is hier opgehangen, maar niemand heeft enig idee wat het betekent. Ja, maar het hoeft toch niks te betekenen? Het is geweldig als dingen niks betekenen. Oh jee. Eigenlijk een soort kunst. Nou ja, wij betekenen ook niks. Dus wie ben ik om dat kunst te noemen? Deze man zweeft. Hij zweeft. Dat hoeft niet, nee. Nee. Het is wel goed zo. Het past ook wel bij het feit dat het wat scheef staat. Zo. Ja, ja, ja. En de camera daarboven, die... Ja, ja, deze man zit in de trip. Die camera weer in de gaten houdt. Ik heb hier niks van begrepen. En ik wil er ook niks van begrijpen. Laat mij gewoon met rust. Deze man... Zit in een eigen wereld, eigen leventje. Dat is niet normaal. Oké, ik ben benieuwd. Waarom moet hij omhoog klimmen? Dit gaat fout, Dit gaat gigantisch mis. Oh nee, alsjeblieft. Doe het nou niet. Hij redt het wel, hoor. Oh nee. Het zwembad breekt gewoon af. Dat zou ook kunnen overkomen. Ja, het past er nog wel perfect bij met het Titanic muziekje. Het Titanic muziekje die mijn editor waarschijnlijk weg gaat knippen. Anders gaan die motherfuckers van de Titanic gaan mijn video claimen. Omdat ik het liedje van Titanic gebruik. Ja, het is triest. Zo diep gezocht. Hey, laat maar zitten. Ja, ik vind het wel een mooie punchline eigenlijk. Zo diep gezonken zijn ze, wou ik zeggen. Ja, dat is gewoon een goede opmerking, jongens. Ik voel mezelf vandaag weer, joh. Oh, we gaan verder. Ik heb een mondkapje nodig, ik moet naar binnen toe. Maar ik kom niet binnen zonder mondkapje. Nee. Mag ik jou nou anders even? Oh, is dat onze grote vriend weer? Dat meen je niet. Ja, maar dat vind ik niet zo erg, hoor. Nee? Oh. Ah! Jij niet aanraken, anderhalve meter. Anderhalve meter, alsjeblieft. Mensen willen gewoon helpen. Die vrouw komt nog aanrennen. Wat een leier. Laat me even mediteren. Zie je niet dat ik gefocust ben? Oh man, bro. Ik had op dit moment gezegd van... Hé, bro, weet je wat? Krijg de tyfus, hè? Krijg de tyfus. Boeit me niet of je stuitje hebt gebroken. Je rugwervel boeit niemand. De tyfus met je. Oh. Eens gaat vallen of zoiets. Oh, die zijn... Ja, die zijn dronken, hoor. Die zijn heel dronken. Oh jee. Mevrouw, gaat het nog? Oh nee, meneer. U heeft het diep in het glaasje gekeken. En besef, hoe die ook loopt, hij denkt als ik die glaas met alcohol maar kan bewaren. Ja. Van alcohol kan je leven, ja. Bergafwaarts gaan. En die vrouw heeft het niet eens door. Tering, man. Kijk hier, wat er ook gebeurt. Hij blijft die glazen vasthouden. Ah, ga maar eventjes slapen. Wat een lul. Oh, man. Oh, jongens, deze ken ik al. Maar deze is wel mooi. Ik ben Kaas van der Spek. Kaas van der Spek. Dit is opgelicht in het buitenland. Gewapend met mijn leren jas en strakke broek. Ga ik op zoek. De nieuwe Kees van der Spek. Precies dat liggen jasje. Het was meteen raar van Holland. You want something to drink? Beer or something?
Ja, oké. Ja, kijk hoe die filmt ook, zeg maar. Zo op zijn schouder. Is het expensive? No? No, no. Is het expensive? Oké, free, hè? Afgelassen, bro. Den Haag. Ah, Den Haag. Mag ik één water, meneer? Onze appie, jongens. Wat een geweldige gozer. Ik vertrouwde de barman voor geen meter. Hij wou me belazen. Mag ik rekenen? Bill? Ja, Bill. Ja, die fucking duur rekening, toch? One water only. 20.000! That's a scam, hey! One water, hey! 20.000! Het is normaal prijs! How? Water! You had ice! You had ice! What is the ice? Gold! Is this gold ice? De verborgen camera mag niet ontdekt worden. Ik moet snel weg! De verborgen camera mag niet ontdekt worden, zegt hij nog. Maar filmt waarschijnlijk wel altijd zo. Ah, man, onze appie, man. Je kan zeggen wat je wilt, hij neelt die outfit wel. Hij mist alleen nog die... Die jij van een tasje om. Kees van Spek heeft natuurlijk altijd die briefcase tas. Maar buiten dat om, zeg maar, altijd een spijkerbroekie. Een wit shirtje. Dat net te korte. Leren boterjasje. Oh man, wat hou ik van deze man. We moeten echt samen een keertje een video maken, man. Laten we dat doen, man. Laten we dat doen. Nu moeten we een like goal eraan zetten. 10.000 likes. 10.000 likes en we gaan met Appie een video maken. En nu toch bezig zijn. Vergeet gelijk niet te abonneren. Oh. Ja, die les er niet op. Zit op zijn telefoon. Die zag ik niet. Die zag ik niet. Ja, ja, mooi. Deze kan ik ook wel waarderen. Het is niet een video waar ik helemaal stuk van moet gaan, maar de waardering is er. Juicy, ik zou nooit geforceerd een overdreven foto maken voor een thumbnail. Dat is cringe. Dus dit is dit. Ja, dit is gewoon een normale thumbnail, zoals je ziet van een reactie vanuit een video. Ik weet niet wat ik aan het doen ben hier. Ook Yuzi. Nee, dit klopt niet. Dit klopt niet. Dit is, zeg maar, gewoon een foto die is gemaakt voor een artikel. Ik ga het niet weer helemaal uitleggen, maar ik moest dus foto's maken voor een krantartikel. En die man, nu leg ik het toch wel helemaal uit. Een man zei tegen mij, we gaan allemaal foto's maken, kan je ook eventjes zo staan. Dus ik stond zo. Ik kijk de foto's terug, hij zegt, ja, wat vind je ervan? Ik zeg, ik vind alles prima, behalve deze foto, die niet gebruiken. Welke foto is overal te vinden? Deze. Het is verschrikkelijk. Dit heeft niks met thumbnailface dingen te maken. Dit is gewoon een verschrikkelijke krantartikel of foto. Een foto die nog steeds van het net af moet. En nu nergens meer weg te krijgen is. Hallo. Do you have a mic? Nee, ik praat zo tegen mijn tv. Wat denk jij nou? Ik spreek alleen maar Brahms gesproken, maar als je nou niet zoveel op te zeveren en gewoon een beetje gaat speulen. Wat is dit? Oeh, mouw allemaal. Vooral een mouw kut. Oh, je bent Nederlander. Oh shit. Nee, Brabander. Ja, zijn eerste reactie neelde het al. Vind ik mooi. Dan reageert je dan. Do you have a mic? Do you have a mic? Nee, ik praat zo tegen mijn tv. Wat denk jij nou? Ik praat zo tegen mijn tv. Wat denkt u hier nou? Man. De koptelefoon is af en dan weet je wat dat betekent. We zijn bij het einde van de video. Ik wil jullie bedanken. Ik hou van jullie. Later. Skuda! Helikopter, helikopter. Nee, dit ga ik niet eens kijken. Oh, jongens. Als er nu een TikTok sound is waar ik me kapot aan irriteer, dan is het wel helikopter, helikopter. Ik raak er zo moe van. Je komt er niet meer. Als je eenmaal zo'n video hebt gezien, je komt er niet meer aan. Het is verschrikkelijk. Het zou verboden moeten worden. Gaat verdammen.